ik ben Bram Veldhuizen, onderzoeker precisielandbouw en robotica bij Burg Open Teelte. Vandaag heb ik hier de robots die aan het werk zijn geweest bekeken en gekeken hoe ze het doen. Op zich hebben de robots het goed gedaan. B-Mac heeft met de Agro Intelli Roboti een stoppelbeweging gedaan waarbij ze groen bemestig hebben gezaaid. Dat is op zich een mooie beweging om met de robot te doen. Eigenlijk ook vaak het groen bemesten zaaien, ook voor een boer natuurlijk iets. Je bent druk aan het oogsten. Groen bemesten moet er wel in, maar heb je de tijd voor? Nou ja, dat kan die robot eigenlijk goed overnemen. Hetzelfde gelijk voor Exceed. Je had er geen zaaimachine op, je had maar een schijfeg. Ook zo'n beweging, stoppelbeweging, heb je de tijd ervoor? Nou, kan die robot eigenlijk ook wel goed doen. Dat hebben we zo verder wel gezien. Ik zag vanochtend ook bij het opbouwen dat ze zijn toch al een tijdje bezig met het inmeten van het perceel voordat je aan de gang gaat. Aan de andere kant, dat inmeten moet je één keer doen en dan jaar op jaar, de sloot beweegt niet. Dus dat is even een eerste keer bij een robot. Dat is sowieso bij een robot. Het instellen de eerste keer kost wat tijd. De eerste keer denk je, ik kan het sneller met een trekker. Maar als je daarna de volgende keer op start kan drukken bij een beweging, dan merk je van dit ging sneller dan met een trekker. Het inmeten van het perceel, dat gaat voor die fabrikanten makkelijk. Die doen dat dagelijks, die zijn dat gewend. Bij boeren en loonwerkers merk je wel dat wat meer werk is. Hoe uitgebreid werkt een boer nu met zijn GPS? Heb jij daarin ook al exact jouw tiltlijnen staan en verschuif je die niet? Heb je daar je perceelsgrenzen in waarop de sectieschakeling werkt van je machines? Als je dat al hebt, dan is het vrij makkelijk om de stap te maken naar een robot. Aan de andere kant, het systeem op de robot is anders dan het systeem op de trekker. Dus je moet wel even een nieuw systeem leren. Dat is natuurlijk net als je een ander merk GPS koopt, moet je ook dat systeem leren. Dat is iets wat wel tijd kost. De bewerkingen die hier gedaan zijn, zijn vrij eenvoudig. Die gaan niet zo snel fout. Eigenlijk vertrouw je er wel op dat die machine het goed doet als je op start gedrukt hebt en het 5 minuten bekeken hebt. Wie houdt toezicht op de bewerking? Het laten rijden van de robot en de beweging doen is één, maar vertrouwen dat hij het goed doet en er dan bij weg kunnen of niet constant erachteraan lopen, dat is toch wel een stapje. Dat is deels ook wat zoeken van bij welke bewerkingen kan dat nu. En dat is ook iets wat zowel onderzoek als de fabrikant nog moeten ontwikkelen. Toezicht op de machines. Het is natuurlijk de samenwerking ook tussen de Wulf en Agro Intelli momenteel, dat ze dat aan het uitzoeken zijn. Van het voorjaar hebben we met hun aardappels geplant, ook om te kijken, wat moeten we gaan controleren. We zijn bezig met de loofklapper, hoe gaat dat? Wat moeten we controleren? AB-Mac en ook de jongens van Smart Agri Technology zitten ook in een Europees project waar we proberen met schoffelen. Van wat moeten we daar allemaal zien? Schoffelen is een hele simpele beweging eigenlijk die je heel vaak doet in een jaar. Maar je wil wel zeker weten dat het goed gaat. Als het gaat stropen zodra je wegloopt, dan is al je gewas weg. In dat project ontwikkelen we een toezichtssysteem wat ziet of het schoffelen goed gaat. En als het niet goed gaat, dan stopt hij en dan vraagt hij om hulp.